moet het wel bewaren eventjes, toch? Nee, we gingen toeren. En ik zeg maar in die, sorry voor mijn taalgebruik, maar in die kuttijd dat we niks mochten. Toen had ik natuurlijk allemaal tijd zat. Dus ik dacht, nou, ik ga maar eens wagen aan een elektrische gitaar. Ik speelde altijd akoestisch. En ik vertelde dat tegen mijn opa. Ik weet niet of mensen weten wie mijn opa is. Ja. Ja? Nou ja, voor de mensen die het niet weten, mijn opa is Piet Veerman. Voor de mensen die dat niet weten, hij zat vroeger in een bandje. De Cats. Maar als je dat niet kent, ja, dan ben je of te jong of je hebt gewoon geen haat voor muziek. Dat kan natuurlijk ook gewoon. Mijn pap, zeg hem dan niet van man, die zei tegen mij: Mel, waarom neem je dan niet die Les Paul van mij mee? Wow. Dus die is hier kwijt. Nee, het volgende liedje wat we gaan doen is een heel bijzonder liedje voor mij, sowieso. Dat heet Sailor. Dat is niet Sailing Home, hè? Heb je blaadje opslaan, nou, Martin? Ik weet dat het heel verwarrend is en zo.